Ja, en iemand die zich al jarenlang inzet voor het vrouwenvoetbal. Niet alleen in Gelderland, maar in heel Nederland is Mericock Willemsen. Van harte welkom. Ja, u was trainer, voetbalmanager onder andere bij FC Twente. Analist, ja, wat niet, zou ik bijna zeggen. Het was heel lang billenknijpen, hè, woensdag. Ja, volgens mij is dat ook waarom er 5 miljoen mensen kijken. Je kan aan de ene kant kijken naar het spel, wat vinden we daarvan. Maar uiteindelijk gaat het denk ik ook om, je wil een wedstrijd zien waarvan je de uitslag niet weet. En ik denk behalve Amerika-Thailand, denk ik dat we geen enkele wedstrijd hebben kunnen voorspellen hoe die zich zou ontwikkelen. En dat is het mooie aan sport, dat het alle kanten op kan gaan. En ik denk dat Oranje die kant in ieder geval dit WK laat zien. Ik dacht heel lang dat het de verkeerde kant op ging. Ja, maar ook dat is inderdaad, hè, dat billenknijpen, dat is toch geweldig. Ik vind het fantastisch. Ja. Kijk, Amerika-Engeland dacht ik eerlijk gezegd van laat het maar een verlenging worden, want het spel was fantastisch. Bij Nederland-Italië had ik dat niet. Had ik hopelijk stiekem met een Duitse overwinning 1-0 even stelen. Nou, dit werd dus inderdaad een stiekem overwinning stelen. Maar ook dat telt. In de verlenging 1-0 ja. Zweden. Nou doen de Nederlandse dames het fantastisch. Hè? We hebben het EK gewonnen. Nu dus die finale tegen de Verenigde Staten. Ja. 5 miljoen mensen, meer dan 5 miljoen mensen hebben gekeken. Maar als we kijken naar de eredivisie in Nederland, vrouwen, komt dat maar niet van de grond. Nee, dat is in 2007 gestart. En dat is eigenlijk tot nog toe is het nooit geslaagd geweest. En dat heeft ermee te maken dat je altijd pioniers nodig hebt en professionals. Pioniers die eigenlijk zien van hetgene wat er nu is, dat ziet iedereen. Maar het gaat erom dat je ook durft te zien wat er kan zijn. En daarvoor je nek uitsteekt. We zijn in Nederland heel goed in het Polonaise vieren. Fantastisch, we zetten een oranje klomp op ons hoofd. Ja, geef mensen een vlaggetje en ze gaan zwaaien hoor. En we gaan ik zwaaien. Heb het gezien vandaag. Ja. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar je hebt ook professionals nodig die vanuit hun vakgebied denken, hoe kunnen wij hier maximaal resultaat mee boeken? Ik bedoel, als ik simpel naar de media kijk, dan denk ik, je kan zeggen, ja, maar die eredivisie is niet interessant. Niemand wil dat zien, dus zenden we het niet uit. Je kan ook denken, wat zou ik als regionale omroep kunnen doen? Waarom zend ik wel bijvoorbeeld in het oosten van het land HC Haaksberg uit? Ik zou best eredivisie voetbal uit willen zenden hier in Gelderland. Maar we hebben geen team meer in Gelderland dat op het hoogste niveau uitkomt. Nee, met het verdwijnen van Achilles 29. Nou, dan heb je dus 1, de verantwoordelijkheid van de media. Maar je kan altijd wat. Hè? Het is nooit inderdaad dat het kans is. Je kan altijd wat. Want je bent welkom in ieder geval om in Twente dan te komen filmen. Tweede is dat ik inderdaad hoorde, de wethouder, die heeft inderdaad ook een bijdrage geleverd om wedstrijden hier naartoe te halen. Nou, als ik je nou vertel dat je voor een vrouwen-eredivisieteam, inclusief een professionele jeugdopleiding, dat je daar met 3,5 ton klaar voor bent. Dan denk ik dat de wethouder nu denkt, nou, die mevrouw moet snel bellen, want ik wil dat heel snel graag hier in Gelderland neerzetten. En dan ga je dat met elkaar doen. Maar het gaat erom, deel die verantwoordelijkheden van ieders vakgebied. Pak professionals die denken, jongens, er zijn 5 miljoen kijkers. Laten we die groep nou weer wachten totdat er weer een kwalificatiewedstrijd niet achterover leunen, ook in actie komen, geldt zeker ook voor de vrouwen. Hè? Ja. Je bent in 2016, we moeten het heel even kort houden, een hele mooie foundation gestapt, Football Equals Foundation. Ja. Jij staat voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de sport. Daar is ook nog wel wat terrein te winnen. Hè? Ja, ik vind gelijke kansen belangrijk. Kijk, de volwassen wereld is de marktwerking, met alle respect. Mij gaat het om dat kinderen de kansen krijgen om hun perspectief te vergroten. Dat kinderen kansen krijgen om eigenaarschap te nemen over hun ontwikkeling. En daarbij vind ik dat je niet een jongen mag zeggen, jouw talent is wel belangrijk, want met jou verdienen we geld. En een meisje, sorry, jij bent niet belangrijk. Nou, hadden we een heel mooi voorbeeld, hè, met Kika van S. Zij was ooit aanvoerster bij Achilles 29 in Groesbeek. Ja. Nu in ieder geval in het Nederlandse elftal. Mm-hmm. Zij speelde vroeger onder een jongensnaam. Ja. Werd gescout door PSV. En kwamen erachter dat het een meisje was. En toen ging het verhaal niet door. Nou, maar moet je voorstellen, het is niet veel veranderd. Maar dan moet je voorstellen, dat wordt nog steeds gezegd. Het is jammer dat je meisje bent, anders had je bij onze betaald voetbalclub kunnen voetballen. Ik geloof niet dat mensen dat bewust zo zeggen, maar het gebeurt wel. Nou, wat we met die Football Equals Academy hebben gedaan in Twente, hebben we gezegd, we pakken jongens en meiden van Dedemsvaart tot Münster. Er zijn er 100, die komen 3 keer per week bij onze professionele opleiding volgen. En het grappige is, die jongens van die kleine amateurclubs maken de stap naar de Graafschap. Wel hier in de regio. Ja, ja, ja. En FC Twente. En die meiden zijn 100% opgeleid voor Twente. Dus ga nou niet weer allemaal gescheiden academies beginnen. Dat we zeggen, nou, we gaan ook weer een meidenvoetbalacademie voor Vitesse beginnen. Mixen. Gelijke kansen, mannen en vrouwen. En als die vrouw net zo goed is als een man, kan ze prima in een gemengd team. Duidelijk verhaal. Dank je wel voor je komst. En laten we hopen dat Nederland zondag wint. Gaat het gebeuren? Ja, we gaan winnen. Ik hoor het al. Ik hoor de overtuiging. Van de Verenigde Staten. Dan kunnen we naar Colin Hoeven.